Nu de herdenkingsweek rondom 80 jaar Market Garden volop bezig is, is het ook tijd om de jongeren hierin te betrekken. In Nijmegen startte vandaag een educatief programma met een bezoek aan het militaire kamp dat momenteel op stadseiland Veur Lent te vinden is. Het Nijmeegse stadseiland is deze dagen compleet omgetoverd tot militair tentenkamp, dat ook echt bewoond wordt. Leerlingen van diverse basisscholen krijgen een rondleiding en voeren hierbij opdrachten uit. Allemaal om te zorgen dat het verhaal van de bevrijding wordt doorverteld. Iets wat het een zeer leerzame ochtend maakt. Ja, dat is het zeker. Dat is ook ons hoofddoel. Dus de kinderen van groep 7 en 8 mee te nemen terug in de tijd, maar op een hele interactieve manier. De leerlingen krijgen 4 activiteiten waarover ze uiteindelijk 17 vragen moeten beantwoorden. Ze moeten ook peddelen in een boot, achterin een lege truck richting het monument waar ze het verhaal achter het monument te horen krijgen. Ze gaan in de medische tent, krijgen ze het verhaal van hoe de medics in de Tweede Wereldoorlog hun werk deden. En zo krijgen ze op diverse locaties het verhaal mee en moeten ze opdrachten uitvoeren en vooral actief eigenlijk aan de authentieke materialen zitten. Beleving is een belangrijk aspect in deze herdenkingsweek. Zo verblijven er op dit kamp meer dan 350 reenactors die vrijdag de Waalcrossing zullen naspelen. Wat ik heel erg bijzonder vind vandaag is dat er heel erg veel schoolklassen ook hier naartoe komen uit de hele regio, zelfs tot en met Wageningen, die het verhaal beleven. En dat is wat we als gemeente ook heel belangrijk vinden, dat er iets beleefd wordt. En je ziet dat ze hier een heel knap evenwicht hebben tussen de spectaculaire militaire hospitaals en vrachtwagens en tegelijkertijd de kinderen de hele tijd ook even laten beschouwen van wat is vrijheid en waarom is dat belangrijk. Het antwoord op die vraag is voor iedereen anders. De leerlingen mochten dit dan ook zelf opschrijven op de letters van het woord vrijheid, die groot op het eiland te vinden zijn. Vrijheid is iets wat eigenlijk voor velen heel ver weg klinkt. Eigenlijk heel vanzelfsprekend is. En ja, je zou het soms kunnen vergelijken met zuurstof. Je ademt het in en uit zonder dat je erbij nadenkt. Alleen je hebt pas in de gaten hoe belangrijk het is als in één keer je zuurstof, je vrijheid in één keer weg is. Ik vind het indrukwekkend dat kinderen op deze manier zo betrokken kunnen zijn bij zo'n oud verhaal van 80 jaar geleden. Dat kinderen in staat zijn om echt in te voelen wat vrijheid is. Dat kinderen in staat zijn om daar ook echt betekenisvol op te reflecteren. Dat vind ik heel erg belangrijk.